Hallo allemaal, ik dacht ik ga weer even een vlogje opnemen om jullie te vertellen, vooral in deze bizarre tijd, hoe het met Hertwinger gaat. Dus ik ben even aan het water gaan zitten bij mijn appartement hier. Het is een plek waar ik wel vaker kom om creatieve dingen te bedenken en om even goed over dingen na te denken. Dus het lijkt me een mooie plek. Ja, bizarre tijd, zeker voor een zelfstandig ondernemer. Je merkt dat de inkomsten snel teruglopen, dat het heel moeilijk is om geld te verdienen. Niemand heeft natuurlijk inkomsten en dat betekent ook dat er een stuk minder uitgaven worden gedaan en dat dus ook ik wat minder wordt ingezet dan normaal. Aan de andere kant merk je ook dat er juist weer meer klanten zijn. Want ja, er is een hele duidelijke shift van offline naar online gaande. En dat is ook logisch. En waar dat vroeger eigenlijk een soort van bijzaak was, is het nu bittere noodzaak. En ja, ik ben heel blij dat ik met mijn kennis en kunde daaraan kan bijdragen. En een verschil kan maken. En sommige mensen weer een mogelijkheid en een perspectief kan geven richting het einde van deze crisis en vooral ook daarna. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En wat ik merk in de groep ondernemers waarmee ik mag werken, wat allemaal ook zelfstandig ondernemers zijn, is dat je iedereen is er voor elkaar. Iedereen steunt elkaar, iedereen helpt elkaar er doorheen en we weten allemaal dat we in hetzelfde schuitje zitten en dat het heel hard werken is en wordt om ons hier doorheen te bikkelen. Maar dat doen we met z'n allen. Er wordt heel hard gewerkt. Het zijn lange dagen en heel veel uren om het kopje boven water te houden. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in dat we hier doorheen gaan komen. Want het is een hele hechte club mensen die het beste met elkaar voor heeft. Ik denk dat als je dit ziet en je denkt van ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik hier nou door deze crisis moet manoeuvreren. Geef me gerust even een belletje. Gewoon doen. En wie weet kan ik je wel helpen. Want nogmaals, we moeten het samen doen. Ondernemers moeten er voor elkaar zijn. En ik heb nog talloze ideeën voor talloze bedrijven. Dus laat het me weten. En heb contact. Check.